En in Noord-Komowijnen heeft gisteren de technische oplevering plaatsgevonden van een brug die de plantages aan de rechteroever met elkaar zal verbinden. De brug moet de plantages Brouwerlust en Kroonenburg direct met elkaar verbinden. Kroonenburg is reeds bereikbaar via plantage Rust en Werk, Johanna Margarita en Friedrichsdorp. Het doel is om elke plantage via het land bereikbaar te maken, zegt Sebastian Spek, vertegenwoordiger van Noord-Komowijnen Cluster. Nou, we zijn nog niet klaar, maar vandaag is wel een heel bijzonder moment. Wij hebben de brug technisch opgeleverd. Dat betekent dat de brug klaar is. De landhoofden zijn ook al klaar, maar moeten we nog beleggen met weest van Grasalco, wat we gedoneerd hebben gekregen. En dan is de verbinding gemaakt eigenlijk helemaal van Rust en Werk. En dan gaat het nog een stuk door over deze brug, helemaal tot Herendijk. Hoeveel kilometer is dat allemaal? Dus dat is ongeveer 8 kilometer, maar totaal is het pad 24 kilometer. En we zijn natuurlijk al op nog meer plekken aan het werk, van Bakkie deze kant op. We zijn bij 3-4 plekken bezig nu al. En wat is het doel van het project? Het doel is eigenlijk om het oude plantagepad weer te herstellen. Dat is al 40 jaar kapot, omdat veel sluizen kapot zijn gegaan. Hier was oorspronkelijk geen brug. Hier heeft nooit een brug gestaan. Hier stond een Hollandse sluis, zeg maar. Maar die is jaren geleden kapot gegaan en toen is dit kanaal ontstaan. Dus het doel is om weer een fietspad te maken, zodat mensen op de fiets dit gebied kunnen verkennen en langer in het gebied kunnen blijven. Het project wordt ondersteund door het ministerie van Openbare Werken en het bedrijfsleven. OW-minister Jert Noor Mohammed verrichtte de opening van de brug, bijgestaan door de districtscommissaris van Komowijnen, Mohammed Safiq Rajab. Je hoort vaak dat Komowijnen een beetje in een vergeethoek geraakt is. Dat er weinig investeringen zijn. Je weet, dat horen we al jaren. Dat er hier hotels moesten oprijzen. Tientallen jaren hoor je dat ding al. En ik denk dat we nu moeten beseffen om districten die jarenlang verwaarloosd zijn, achtergesteld zijn gebleven, wel de kans te geven. En toevallig ken ik dit gebied een beetje. Rust en Werk, Frederikshoop. Hier kom ik voor het eerst. Dus ik ken die ontwikkeling, zeker voor de toeristische sector. En het beleid van de regering is ook eentje om toerisme te ondersteunen. Omdat toeristen $1 het land binnenbrengen en werkgelegenheid verschaffen. Het is een mooie aansluitingsweg waarbij mensen dan niet hoeven met de boot uren lang te varen. Maar men ook met de bromfiets erover kunnen doen. Wat is de bijdrage van het ministerie van RO in deze? Nou, RO zal in de toekomst zeker bijdrage leveren door het weg te onderhouden. Want als het opgeleverd is, nu is het eigenlijk het project van de mensen die het project uitoefenen. Maar nadat het opgeleverd is, dan gaan de mensen van ROS, OW en Openbaar Groen het verder moeten onderhouden. En dat was dus districtscommissaris Mohammed Safiq Rajab gisteren bij de technische oplevering van de brug die de plantages Kroonenburg en Brouwerslust met elkaar verbindt.